Hallo mensen van een gamekanaal. Ik ben Jeroen en vandaag gaan we verder met Feed the Beast. Ja, misschien een klein dingetje, misschien hoor je het al. Ik heb deze hele week ziek op bed gelegen. Dat is waarschijnlijk ook wel te horen. En ja, dit is gewoon niet zo fijn. Dus mijn stem is een beetje, ja, een beetje weg. Maar daar kan ik nu weinig aan veranderen. Die daar, en dan hebben we een generator. Daar? Nee, daar. In ieder geval, mijn stem is een beetje naar de kluiten. En we kunnen gaan meester raiden als mijn dingen die redstone pakt. Waarom doet hij het niet? Oh ja, ik ging minen. Jullie zeiden dat ik de duim vergeten was. En dat was ik volgens mij ook. Lol. Fail me. Maar waarom doet dit het nou niet? Het heeft het ooit gedaan. Moet ik er dan nog een toortje bij zetten of zo? Well, ik ga het heel even opzoeken, jongens. Ik kan er blijkbaar geen redstone in doen. Volgens mij kon dat wel hoor. Ik heb het er ooit gedaan. Of het was cool. I really don't know. Cool. Nou, cool doet dit al. Wat? Nou ja, prima. We kunnen in ieder geval gewoon mate raiden. Dan krijgen we heel veel dust en zo. En dat kunnen we dan weer smelten in. Cool in ingots en super handig en zo. Hey, Mage Raider, dat is het. Moeten we het mee doen? Iron Dust. En die Iron Dust doen we dan in de furnace. En dan krijgen we 2 Iron Ingots uit 1 ding blokje. Wow, woe, wee, wee. Oh, okay. Hi. Ik zal soms vaak wat stil zijn. Ik zal het er zoveel als mogelijk uit editen. Dit stukje glas mis nog steeds. Heb ik nog een paint boven liggen? Ik ga het nu fixen. I'm gonna fix it right now. Yes, I have some paints. Wee. Blok. Haha. We gaan trouwens dus vandaag naar onze farm kijken. Nu we toch op onze base raid aan het wachten zijn. Ah, mijn stem klinkt echt kut. Ik ga het ook geen lange aflevering maken, jongens. Sorry. Even kijken, wat hebben we nodig? Waar is mijn ho? Daar is mijn ho. You are stupid. Wat hebben we nog meer? Daar zitten de bijen. Even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben ook een touw meer, ho. Nou, voor de rest hebben we eigenlijk niet echt iets nodig. Als een iron ho. Waha, let's get some food. Deur, please. Doors, please. Oh my god, oh, dit farm ziet er zo nice uit. Ja, dit is het enige nadeel aan mijn farm idee, zeg maar. Oh, wat lol. Ik weet niet wat ik deed, maar ik cancelde het feit dat dat ding opgegeten werd. Ha. Oh, wat? Lol. GG. Oh, wat nice. I think I found a way. Oh, nu niet. Lol. Het is random, zeg maar. Ik heb mijn hele inventory hier vol met eten zitten. Food! Food! Oh, en nu gaat het weer. Oké, het is dus heel random. Want ik dacht van, oh, daar hou ik shift in.
Dat helpt, maar dat doet het dus niet. Oh ja, die bloemetjes, die blaadjes kon ik ook ergens voor gebruiken. Ik weet er niet meer waar van. Ik weet echt niet meer waar van. Oh my god. Oh ja, hier kreeg je string van. Dat klopt. Hoppa. Oh shit, nu moet ik ook alles gaan herplanten. Geen idee waar ik alles op neergezet. Even kijken, flax. Die zetten we daar neer. Zo. Zo. Hoppatee. Ja, dat plant hij toch niet. Even kijken, dan hadden we Hannigan. Hannigan seeds. Zo. Daarna kregen we de Wii. Nee, de seeds. Hoppatee. En hoppatee. En dan kregen we de corn kernel. Oh nee, eerst de potatoes. Wacht, ik doe de potatoes wel naast de... Naast de worteltjes. De worteltjes. Oh. Moet ik niet al gaan eten. Zoveel honger heb ik nou ook weer niet. Aangezien ik 5 dagen op bed heb gelegen, heb ik niet zoveel gegeten. Oh my god. Ik ben echt van vrijdagmiddag, zeg maar, tot nu ziek. En ik ben nu nog steeds niet helemaal 100% lekker. Dat zeg ik. Daarom was er zondag ook geen video meer RNA Gaming van mij. Ik was gewoon te brakken. Ik word er gaan recorden. En ik voel me nu ook nog niet echt heel erg lekker. Maar ja. Ik denk, ik zal nooit gaan doen voor mijn lieve kijkertjes. Dat vinden ze vast leuk. Oh lol, we hebben al 24 arm dust. En dat bedrijf. Oh, die kool gaat wel snel, jongen. Op zich, 24 dust. 20 kool. Ik heb wel meer kool. Ik moet echt een energy source gaan maken. Ik wou dus ook ergens een fabriek gaan maken op dit terrein. Dat je echt zo'n industriële fabriek krijgt waar je al je ores en shit kan gaan doen. En gaan developen voor je nucleaire reactor. Dat wou ik nog wel een keer gaan maken. Ik weet alleen niet wanneer. Maar dat gaan we vanzelf zien. Even kijken, heb ik nog wat hout? Ik heb een chest nodig. En ik moet wat bomen en een boomplantage. Dat is ook wel handig als ik die een keer ga maken. Want ik heb echt veel te weinig hout. Oh. Ik wil die. I want the chest. And the chest goes there. And there goes all the food. No, not that. The food. I want the food in there. The food. And the seed. Zit hier nog food in? Daar is nog food, daar is nog food, daar is nog food. Oh, die string hoeft niet daar. Oh, wat? Waar ik een string geladen? Oh, daar. Level 50 string, jezus. Dat is een pittige hoeveelheid. Even kijken, wat kunnen we nog meer? Wat kun je eigenlijk van string maken? Een bow. Crystallizer. Oh, dat klinkt wel interessant. Nou, backpacks. Oh. Een canvas. Kunnen we schilderen. Denk ik. Cables. Een seedbag. Oh, dat is ook zo handig. Industrial fertilizer. Tape measure reel. Wat lol. Printed pages. Printed book. En een alkahest. Oh, klinkt interessant. Een alkahest. Moet je een wither skeleton skill hebben, jezus. Alkahestry, lol. Oké, interessant. Oké, ik ga echt stoppen nu weer, want mijn keel is echt dood aan het gaan. Ik zet mijn mace rider uit, mijn kool gaat eraf. Ik ga dit nog wel even opbranden. Volgens mij heb ik er helemaal niet genoeg kool voor. Maar dat maakt niet uit. Ja, waar zal ik mijn fabriek gaan plaatsen hier? Er zijn meerdere goede plaatsen. Maar ik weet dus niet waar. Ik vond... ik denk hier gewoon zo. Hier zo'n hele grote fabriek. Ja, ik denk dat ik hem hier ga neerzetten. Gewoon lekker ver van me wel. Maar niet al te ver van mijn huis af.
En dan hier. En dan daar is een boomplantage, weet ik het. Ja, hier komt de fabriek. Dus de volgende aflevering dan zul je vast een stukje gebouwde fabriek zien. Ik ga het niet onscreen bouwen. Onscreen bouwen, ik zeg inbouwen. Onscreen, zeg maar. Ik kan niet praten, bouwen en nadenken en dat soort dingen doen en faal. Dus dat doen we niet. Dus ja, dan gaan we gewoon kijken wat we gaan maken. De zon gaat alweer onder, de maan komt op. En ik vind het mooi tijd om af te sluiten, want mijn keel is echt dood aan het gaan. Dus, ja, sorry dat ik ziek ben. En sorry dat het een korte aflevering is. Misschien een wat minder leuke aflevering is. Maar ik kan niet altijd alles hebben, jongens. Sorry. Dus, ik hoop dat ik volgende week weer een stuk beter ben. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe Feed the Beast. Later!